Ik interesseer me echt totaal niet in crypto. Ik weet niet of ik dat nog kan zeggen. Ik heb gewoon niet de mentale capaciteit om en hiermee bezig te zijn en er ook nog eens druk te gaan maken over. Let's get some money. Welkom bij Geldzaken. De podcast waar geld spreekt en inspiratie leeft. En waar de financiële wereld tot leven komt. Van sparen tot beleggen, succesverhalen, regelrechte missers en de leukste gasten. Van experts, ondernemers tot Jan Modaal. Geldzaken heeft het allemaal. Wij zijn jullie hosts, Asa Karonwijnen en Nienke Noorden. En vandaag is de gast niemand minder dan Remy Gieling. Welkom. Ik begin eerst even met een introductie over jou, Remy. Jij bent de expert op het gebied van kunstmatige intelligentie, heb ik mij laten vertellen. ChatGPT, digitale innovatie, leiderschap en ondernemen. En jij vertaalt complexe digitale wereld naar groeikansen voor bedrijven. En je bent onder andere medeoprichter van AI.nl, samen met Job van den Berg. Auteur van diverse AI-boeken. Doet meer dan 120 AI-lezingen per jaar, heb ik gelezen. Zit het er nog een beetje, of is het inmiddels al meer geworden? Nee, het is wel verdeeld met Job samen. Dus ja, niet okay. Dat ik echt twee keer per dag op een podium sta. Okay. Maar samen met Job zitten we inderdaad heel veel. Leuk. Ja, reizen we stad en land af. Ja, inderdaad, het is behoorlijk wat. Je bent vaak te gast op radio, televisie. Nou, je bent presentator van cybersessies op RTL Z onder andere. Je doet ook nog een AI-cursusreeks aan Nijenrode, las ik. Doseren we de openingsact. Ja, zeg maar, haal je de tijd vandaan. Organisatie van AI-inspiratiereis naar Silicon Valley. Ik hoorde net dat hij er weer aan zit te komen. Hij zit er weer aan te komen. Marleen Evert, jullie wel bekend, is afgelopen jaar ook mee geweest. Zeker, alleen maar mooie verhalen over gehoord. Ja, precies. Fijn. Ja, en je bent medeoprichter van de Automation Group. En je hielp reeds meer dan 50 bedrijven met verschillende AI-vraagstukken. Ja. Nou, dat is echt een hele waslijst. Ben ik nog iets vergeten? Of is nee, ik heb ook nog weekend. Beetje... Nee, het is wel leuk. We zijn weer met twee nieuwe boeken bezig. Of eigenlijk drie die dit kwartaal gaan uitkomen. Ja, ik denk dat Job en ik allebei wel een beetje een soort van een soort van gekke tik hebben. Dat we ontzettend houden van veel en hard werken. Ja. Dus dat maakt het. En het onderwerp leent zich er ook naar. Want ik denk dat er geen spannende onderwerp is. Absoluut. Op het moment van kunstmatige intelligentie. Ja, het is echt, dus overal stroomt het ook in door. Ja, momenteel. Dus je kan er echt dag en nacht mee bezig zijn. En dan hou je nog steeds tijd tekort over. Ja. En wat in die boeken, daar gaan we het zo ook nog eventjes over hebben. En wat er dan aan zit te komen. En we gaan het sowieso nog met jou hebben over de rol van niet alleen AI in ons dagelijks leven. En alles wat jij daaromheen doet. Welke rol, we zitten hier natuurlijk bij geldzaken. Dus ook de rol die geld speelt in jouw leven. Hebben we straks nog een aantal vragen over voor jou. Zeker. Maar ik heb ook gehoord dat jij... Tech-watcher bent. Ja. Geen trend-watcher. Het is een zelfverzonnen term. Ja, ik dacht ook al, volgens mij heb ik dit verder nergens gehoord. Nee, nou, dat komt een beetje, eigenlijk is het een beetje tweeledig. Enerzijds dat ik heb echt een intrinsieke haat aan trendwatchers, waarvan ik vind dat ze... Waar komt dat vandaan? Nou, ik heb in mijn leven veel trendwatchers voorbij zien komen. En met al het respect voor wat ze doen. Want ze weten heel vaak zalen enorm te inspireren. Mm-hmm. Met allerlei hele vage vergezichten. Die eigenlijk nergens op gebaseerd zijn over het algemeen. Ja. En ik hou zelf heel erg van die vorm die ze doen. Want ze weten wel het heel leuk te brengen. Maar ik ben ook wel iemand die heel erg houdt van inhoud. En een beetje pragmatiek. Dus ik dacht, enerzijds wil ik ook alweer dat mensen me weten te vinden als ze gaan googlen op het woord trendwatcher. Dat is natuurlijk ook zo. Vanuit het geld, van het geldoogpunt is het natuurlijk wel lekker als mensen daarop googlen en denken, we zoeken een beetje een pragmatische trendwatcher. Ja. En een vriend van me zei eigenlijk, you're the trendwatcher for people who hate trendwatchers. Dat is ook alweer aardig. Ja, ja. En toen dacht ik op een gegeven moment, het zit bij mij ook niet zozeer op die trends. Ja, dat kan over alles gaan. Dat kan over Bitcoin gaan. Dat kan over duurzaamheid gaan. Allemaal onderwerpen die mij niet zoveel boeien. Ja, ik vind tech heel interessant. Dus vandaar dat het woord techwatcher. Ja, dus eigenlijk ben je een beetje een nerd in een fashionable jasje. Dan komt het een beetje een heel mooi omschrijving. Ik denk dat je daar heel... Ja, we hebben het in. Ja. Top. Nou, top. Ja. Hey, Remy, dit is ook onze allereerste aflevering. Dus dat Heervol. Is sowieso, sowieso heel erg leuk dat je erbij bent. En daarvoor dachten we... het is 11:00 trouwens. Mensen die dit kijken, dit wordt opgenomen 11:00. Dus Remy was al een beetje bang toen die fles nog staan. Of hoopvol. Dat kan ook. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, scheutje
bubbels door de koffie heen, waarom ook niet. Ja. Het is alcoholvrij. Maar het is alcoholvrij. Ja. Dus daar hebben we dan, precies, voor de mensen onder ons die daar ook nog waarde aan hechten, hebben we inderdaad de alcoholvrije variant gekozen. Maar we dachten, het is leuk om in ieder geval even te proosten. Ja, ontzettend leuk. Begin januari, het nieuwe jaar. Toch? Precies. En daar horen natuurlijk ook eigenlijk goede voornemens bij. Ben jij iemand van goede voornemens? Ja, ik ben wel iemand die een jaarplan maakt. Dus een beetje terugblikt op het afgelopen jaar. En dan ook, dankjewel. Oh, en dan kijkt inderdaad van, welke doelen zijn wel en niet behaald? Ja. Nou, meestal is het een beetje 50-50. Dan zit ik op een redelijk goede... Je moet wel ambitieus genoeg zijn. Ja, maar ook een beetje realistisch is. Ja, 50-50 is altijd wel aardig. En ik heb af en toe altijd wel voor mezelf dat ik dingen denk van, oh ja, dit zou ik wel willen meemaken dit jaar. En dit jaar is het dat ik in een privéjet wil meevliegen. Zo, ja, okay. Dus ik heb, dat is een leuk doel. Ja, zeker. Ik heb dat nog niet gedaan in mijn leven. En ik dacht, dat is nou een leuk doel voor dit jaar om eens even te gaan rond. En ook met een specifiek vragen. Persoon? Of is het gewoon puur... Nee, maakt me niet uit. Okay. Maakt me niet uit. Al is het even naar Londen op en neer. Ja. Of alleen helemaal terug. Of op Texel heen. Nee, het lijkt me gewoon grappig. Ik zag allemaal van die video's op YouTube voorbij komen over die dingen. Ik denk, god, dat is wel leuk om gewoon even te ervaren hoe het is om een keertje niet aan te sluiten bij die slurf op Schiphol. Ja, misschien pik ik jouw doel wel dit jaar. Lijkt me ook. Dat mag. We kunnen met z'n allen gaan. Ja. Nou ja, gezamenlijk doel bij deze. Precies, de Geldzaken podcast. Okay. Gaan we met z'n allen in de Geldzaken jet. En Tom, toch precies. Nog een beetje dat te linken ook. Want dit is ook wel, het is prijzig. Maar om het een beetje te linken aan financiën ook. Heb je ook bijvoorbeeld financiële doelen ook? Wat je voor jezelf stelt aan het begin van het jaar? Of, ja, overigens het doel is wel met iemand anders mee te vliegen. Dus ik ga niet zien dat ik zelf ga charteren. Ik wil gewoon met een paar... Alle winst van dit jaar gaan de ondernemers die toch al zo'n ding ergens naartoe vliegen, even mee. Okay, dan vlieg ik al met Ryanair weer terug. Ja. Nee, oké, fair enough. Gelddoelen, zeker. We hebben als doel om met de Automation Group, dat is ons softwarebedrijf dat we net hebben gestart, waarbij we eigenlijk hele slimme AI-integraties maken om bestaande bedrijfsprocessen te automatiseren voor verschillende grote organisaties. Willen we een beetje toen richting de 500.000. Dat is eigenlijk het doel voor dit jaar. Dat zou mooi zijn als dat zou lukken. Dat willen we doen op een beetje 7 projecten. Dat zou een hele mooie aftrap zijn. En we willen graag doorpakken met de AI Group. En het zou mooi zijn, eventjes een beetje hard op gedacht, als we ook dat zouden kunnen evenaren of een beetje erboven zouden kunnen scoren. Ja. Oké, mooie doelen. Dat zijn twee hele mooie doelen, denk ik. Heb jij doelen? Financiële doelen? Nou, ik ben niet iemand die bijvoorbeeld aan... inderdaad, daar heel actief mee bezig is aan het begin van het jaar. Eigenlijk helemaal niet, maar het zou in ieder geval fijn zijn als ik mijn spaarrekening in ieder geval weer wat kan spekken dit jaar. Daar ben ik al blij mee. En misschien toch ook erg. Ik huur nu nog, maar ik zou uiteindelijk ook wel een huis willen kopen misschien ergens dit jaar. Dus dat is wel een beetje, het zijn mijn stippen op de horizon. In Amsterdam of ergens anders? Nee, ik ben sinds kort van Amsterdam naar het mooie Soesterberg verhuisd. Mooie omgeving. Een hele mooie omgeving. Ja, ik kom van origine van het platteland van Groningen. Dus ik ben eigenlijk gewoon weer een beetje terug aan het gaan naar... niet helemaal waar ik vandaan kom, maar in ieder geval een beetje die setting. Ik was gewoon klaar met Amsterdam. En ik was klaar met de stad en met hoeveel je betaalt en hoe weinig je er echt voor krijgt. We hadden net al over croissantjes van 4 euro per stuk. Nou ja, ik bedoel, de huur... Zover gaat het. Precies. Dus ik ben zo uiteindelijk toch een beetje gaan kijken van... ik wil in de buurt van Amsterdam en Utrecht blijven. Dat ik daar snel bij vrienden ben. En ook op het werk hier in Amsterdam en natuurlijk bij deze podcast. Dus toen ben ik uiteindelijk in Soesterberg uitgekomen. En tot nu toe bevalt heel het lekker. Heel goed. Ja, het is een hele mooie omgeving. Ik zou zeggen, proost daarop. Ja. Dus, cheers op het nieuwe huis. En de eerste aflevering. Ja, cheers. Cheers. Nou, we zitten natuurlijk bij geldzaken. Ja. En zoals ik net al kort vertelde, is het een onderwerp waar niet heel makkelijk over gesproken wordt. Nee, in Nederland is het echt een beetje... Echt een beetje taboe. Over geld wordt niet geluld, zeggen ze wel eens. Ja. Maar dat gaan wij proberen te doorbreken. Ja. Dus we dachten, we beginnen maar meteen met een beetje een ongemakkelijke geldvraag. Ik zal hem eerst aan Nienke stellen. Ja. Want wat is namelijk de laatste transactie in jouw bankieren-app? Ja, en waarom? Ik hoef eigenlijk niet eens te kijken. Dat is de gal. om 10 uur vanmorgen. Netjes. Ja, en maar niet pas voor deze. Ja, precies. Ja. Voor de alcoholvrije bubbel. Dus het klinkt gelijk zo alcoholistisch als ik dat zeg. Maar het was echt voor deze alcoholvrije bubbel. Dus dat was mijn laatste banktransactie. Ja.
Ik stef te kijken. Ja, ik heb de afgelopen maanden echt bol.com helemaal leeg gekocht. Okay. Mijn hele huis stond op kerst. Ja, nee, mijn toenmalige vriendin was, mijn toenmalige huisgenoot, kan ik inmiddels zeggen, had het huis verlaten. Ja. Dus ik moest weer allemaal nieuwe meubels. Er zijn veel blijven staan. Maar het was opeens leeg. In één keer was inderdaad allemaal. Je keuken is leeg, inderdaad. In één keer moest je weer een nieuw bed hebben. Dus ik heb echt inderdaad de afgelopen. Ik heb echt het idee dat ik de Nederlandse economie in december enorm heb gesponsord weer erbij. Ik zit te kijken of er nog een leuke tussen zit of zoiets. Ook misschien bedrijfsdocumenten. Oh ja, op bedrijfsvlak hebben we net weer. Ik ben ontzettend fan van merchandise. Ik wil echt overal waar het maar kan mijn logo opplakken. Ik noem mezelf ook altijd een soort wandelend reclamebord. Heerlijk. Ja. En ik heb net weer bij onze vrienden van drukzo.nl, die mag ik wel eventjes in het zonnetje zetten, want ze doen altijd echt alles binnen een dag regelen bij voor me. Heb ik net weer een sloot nieuwe rompertjes besteld. Voor kinderen. Ja, voor kinderen, hè, heel veel jonge ouders die krijgen. Mm-hmm. En staat er dan alleen het logo op of nog een slogan of zo? Nog een grapje. Ja, er staat nog een human in the loop onder. Maar dat is een heel erg nerd grapje. Wat nerds als ik heel grappig vinden. Maar ook hoodies, outerstickers. Ik weet niet wat we deze maand weer allemaal bij ze hebben binnengetakeld. Maar dat is ook iets wat ik afgelopen maand dus heb van mijn bankrekening heb zien rollen. Oké. En jij als? Oh, mijn laatste transactie. Oh, dat weet ik trouwens ook. Dat was bij de Ethos. Gisteren. Oké. Dat was heel saai. Watjes. Ja, dat is ook zo'n terugkerend ding. Ja. Die heb je soms nodig. Dat kan ook gebeuren. Zo'n terugkerend ding wel eigenlijk, wat je dan ook elke maand weer... Ik heb dan bijvoorbeeld de Rabobank en die gaat dan elke keer zo'n mooi vooruitzicht voor je maken, weet je wel. Van, deze betalingen komen er waarschijnlijk aan deze maand. Dan heb je inderdaad ook weer al die standaard dingen wat dan eigenlijk weer terugkomt. En eigenlijk mijn conclusie is dat ik elke keer weer te veel kleding koop. Dat is denk ik in ieder geval een categorie die elke keer weer terugkomt. Dus het zijn dingen wel van je denkt, daar moet ik misschien dan even iets meer op gaan letten. Want toch wel x bedrag gewoon wat daar naartoe gaat. Maar, grappig, ik heb dus heel erg met boodschappen en met etentjes. Ja, dat zijn wel leuk. Nou, tenminste, boodschappen misschien iets minder, maar de etentjes zijn leuke dingen om... Zeker leuk, absoluut. Maar dat gaat echt als je durft niet eens terug te kijken iedere maand van wat er ook weer naartoe is. Dat is gewoon beter. Goed, ik herken dit heel erg. Ja. Maar goed, laten we terug naar jou gaan. Nienke noemde natuurlijk net een hele waslijst met prachtige dingen waar je mee bezig bent. Mm-hmm. Volgens mij heb je verschillende bronnen van inkomsten en gaat het goed met je carrière. Ja. Maar hoe of heeft dit succes wat je nu hebt, want zo vind ik wel dat ik het mag noemen, jouw kijk op geld veranderd? Nou, enerzijds dat je niet snel tevreden bent. Dus je kan een bepaald doel hebben voor een bepaald jaar. En dan heb je het op een gegeven moment en dan denk je, nou mooi, nu moeten we dat gaan verdubbelen of gaan verdriedubbelen. Dus dat is, ik denk dat inherent ook een beetje is natuurlijk aan ondernemerschap van een soort permanente ontevredenheid over de status quo. En je wil altijd dat iets beter, slimmer, sneller, slimmer kan. Ja. En het fijne ook is dat ik ben zelf ontzettend onkundig. Nou, we willen niet zeggen met geld. Ik ben gewoon heel makkelijk in geld uitgeven. Weet je, het is echt een middel en zeker geen doel. En ik hoef wel hele leuke dingen doen. Absoluut. En het leuke is, mijn compagnon Job is daar eigenlijk... we vullen elkaar daar echt ontzettend goed in aan. Omdat Job dus wel een hele erge... ik wil niet zeggen dat hij zuinig is, maar hij is gewoon heel bedachtzaam over geld. Uitgaven. Ja, dus we hebben ook al af en toe is een is er weer iets waarvan we iets een softwareproduct of zo wat we kunnen inkopen om iets slimmer te doen. Mm-hmm. En dan kunnen we dan echt soms wel een half uur een discussie over hebben of we dat dan wel of niet zouden moeten doen en waarom. Terwijl het gaat over een paar tientjes. Ja, ja. Maar wel per maand of per jaar herhalen. Wel precies, maar wel herhalen, zegt hij inderdaad. Is het dan wel nodig? Ja. We vergeten het weer op te zeggen misschien straks. Daar hebben we ook wel last van. Ja, ja. Dus dat is wel grappig. Dat schuurt af en toe een beetje, maar ik denk dat heel goed is. Dat je aan de ene kant misschien iemand hebt die gewoon denkt van oké, lekker doorpakken, snelheid. Beetje de rem daarop is inderdaad. En aan de andere kant inderdaad misschien de iemand die daar toch wel wat meer bedachtzaam over is. Dus wij zijn daarin heel verschillend en daar een hele goede balans. En wat speelt geld persoonlijk voor jou? Wat betekent geld eigenlijk voor jou? Ja, nou ja, ik denk dat ik hou gewoon van... Ik word er inherent heel blij van mooie dingen. Dus ik hou van heel erg van design, meubelen of objecten. Of als iemand van craftsmanship. Of nou iemand inderdaad een prachtig gerecht voor je maakt in een restaurant. Of dat je iets gaafs ervaart omdat je een keertje een paar luxe hotels hebt geboekt of zo.
En dat is het gewoon. Ik was een paar weken terug bij een paar vrienden van me in Valencia. Die hebben daar een paar bedrijven. Onder andere Hans Scheffer, die heeft ook in drugshow.nl eerder genoemd al inderdaad. Hello Print genaamd internationaal. En het is gewoon een heerlijk leven daar. En dan kunnen we lekker uit eten gaan met z'n allen. En een keertje kan iemand de rekening betalen, een keer betaalt iemand anders de rekening. En dat je daar je geen niet al te druk over hoeft te maken. Ja, dat is denk ik gewoon het grote... Dus vrijheid grote eigenlijk. Ja. Maar dat is ook een beetje een dooddoener, want iedereen zegt dat. Dus toch iedereen. Nou ja, ja, sommigen. Het klonk eerst meer als een doel. Wat meer materialistisch. Ik hou van mooie spullen. Ja, maar hoe je verder uitlegt, vind ik het meer klinken als dat je alles kan doen. Ja, wat je nou doet. Ja, meer materialistisch. Ik kan dus heel blij worden als ik een hele mooie designvaas heb gekocht. Tuurlijk. Dat ik elke dag naar kijk. Wow, wat gaaf. Vind je die dan ook op bol.com? Of, ja. Fonk in dit geval, denk ik. Ja. Oh ja, dat is ook wel een goede website, inderdaad. Ja. 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 Ik ben ook fan van. Ja. Maar, is deze kijk op geld dan ook iets wat je vanuit je jeugd, vanuit je opvoeding ook hebt meegekregen? Waren jouw ouders ook zo? Of is dat iets wat je zelf echt eigenlijk hebt ontwikkeld? Ik denk dat het een beetje zal vast een combinatie van factoren zijn. Dus mijn vader is altijd ondernemer geweest. Heeft altijd in de kunst gehandeld. Ik kom uit een familie van kunsthandelaren. Vandaar ook de mooie spullen. Misschien wel. Ja, zou goed kunnen dat het daar vandaan komt. Dus mijn vader heeft de kunsthandel gehad en heeft nog steeds. Zijn vader weer. Dus het is echt een soort generatie dingetje. Ik ben de eerste. Kan jij mij niet? Nee, ja, dat is dan weer opvallend. En ja, ik denk dat het bij hij was ook altijd vrijgevig daarmee. Dus hij was ook altijd van, nou ja, weet je, als er... Je had hele goede maanden en je had minder goede maanden. Mm-hmm. Hele goede maanden kon je leuke dingen doen. En met minder goede maanden moest je even wat zuiniger misschien aandoen. Of hè, soms moest hij dan in één keer een grote aankoop doen voor een kunstwerk. Maar het was nooit een probleem thuis. Het was nooit een gevoel dat er ook maar iets niet was. Terwijl het was steeds een, weet je, het is niet dat we... ik denk dat we gewoon een heel erg goed middenklasse gezin waren. Mm-hmm. Maar dat was nooit een issue in elk geval. Dat ervaarde ik niet zo. Ja, dus je hebt eigenlijk het ondernemerschap dus ook vanuit huis uit al meegekregen. Ja, ja, ik denk dat zeker heeft meegespeeld. Ja, maar maakte je het dan ook heel bewust? Hè? Je zei net ook inderdaad van, nou ja, er waren wel eens wat periodes dat het allemaal iets minder uitbundig kon. Maakte je dat dan ook heel bewust mee? Werd dat ook heel bewust gedeeld? Daar hebben we ook over gesproken. Ja. Nee, ik denk het niet. Maar volgens mij viel dat ook al mee, hoor. Ik denk dat het meer was van, om een voorbeeld te geven. Weet je, toen ik op kamers ging, vonden mijn ouders het geen probleem om de eerste jaren die huur te betalen. Of dus het zit hem in dat soort kleine of grootse. Het is best een groot ding. En dat zijn grote dingen. Dus dat was eigenlijk altijd, wat ik al zeg, ik denk niet dat het heel bewust was. Maar ik denk dat ik kan me gewoon voor. Ik meer gewoon uit ondernemerschap nadenkend kan ik me voorstellen dat je ook wel eens maanden hebt dat er minder verkocht werd. Of in tijden van de recessie, dat kopen mensen toch minder kunst. Of het feit wanneer je inderdaad een hele grote aankoop moet doen. Dat je Want jij hebt ervaring in ieder geval. Nee, oké. Okay. Je doet natuurlijk best wel heel veel verschillende dingen. Ja. AI is natuurlijk nu echt mega hype. Denk je dat dat minder gaat worden misschien in de nabije toekomst? Dat minder vraag wordt naar bijvoorbeeld jou als spreker? Of ja, zeker. Nee, dat er gaat wel verandering in komen. Dus wij hebben voor onszelf ook wel bedacht dat 2023 was een beetje het jaar dat iedereen ging praten over AI. Ik ben er zelf al een paar jaar mee bezig. Dus het was ook een beetje... Ik was op een gegeven moment ook... Ik ben er al jaren mee bezig en ik dacht in 2018 al van, nou ja, nu de komend jaar gaat iedereen met AI bezig. Nou, dat duurde nog een paar jaar. En waren ze nog met Bitcoin bezig? Precies. En het echt grappig dat we waren dus 2 jaar geleden inmiddels alweer bijna, volgens mij, anderhalf jaar. 3 weken voordat ChatGPT gelanceerd werd, waren we bij OpenAI op het hoofdkantoor. Toen liet ze al een beetje die taaltechnologie zien. Dat klonk wel interessant. Met die reis ook. Ja, met die reis inderdaad. Dus we hadden ook toen 20, 30 ondernemers mee. En... Het was toen nog een beetje een abstract verhaal, weet je wel. Ze gingen een soort Sinterklaasgedichtje voor ons genereren. En iedereen dacht, nou ja, leuk, maar ik weet niet zo goed wat ik er precies mee kan. 3 weken later verscheen ChatGPT. Ik weet nog, ik werd gebeld door BNR. Was er een vraag van, had je dit zien aankomen? Ja, want dat hadden we net een soort van gezien daar. Ik had dus niet kunnen voorspellen dat het zo'n ongelofelijke boom teweeg zou brengen. En dat het dus het moment zou worden waardoor iedereen met het thema AI bezig zou gaan. Ik denk dat dit jaar, dat we in 2023 even hebben gepraat over AI. Dus iedereen ging het hebben over de kansen, maar zeker in Nederland vooral over de gevaren. Mm. En over wat voor doembeelden er wel niet kunnen komen. En de regulering en het feit dat we misschien dat allemaal niet duurzaam zou zijn. Daar kunnen we misschien straks nog over hebben of het er wel of niet terecht is. Maar ik denk dat 2024 het jaar wordt waarin de eerste maanden nog steeds wel over gepraat zal worden.
Dat zien we ook wel in de boekingen. Maar dat het daarna veel meer zal zijn van hoe gaan we het nou op een pragmatische manier implementeren om er ook echt nut van te hebben in je eigen rol, in je teams of in je organisatie. En dat is ook een van de redenen waarom we uiteindelijk de Automation Group zijn gestart. Omdat we enerzijds het leuk vinden. Ik heb een jaar geleden een softwarebedrijf gehad met een toenmalige compagnon. Dus mijn achtergrond zit al in software. Mm-hmm. Maar ook dat we dachten van, ja, er wordt ook wel heel veel over gesproken. En er wordt zo weinig gemaakt. Dus we laatst een keer er een artikel over in de FD. En toen dachten, dat is ook gewoon zo. Ja. Dus waarom doen we dat gewoon zelf niet? We hebben de kennis in huis. We kennen de bedrijven. We kennen de businessproblematieken. We kennen de techniek heel goed. Dus laten we dat gewoon zelf gaan maken. Dus ik denk dat er een verandering gaat zijn van minder keynotes. Hè, wat vooral op het inspiratievlak zit. Meer trainingen en workshops. Omdat er gewoon mensen ook echt nu pragmatisch mee aan de slag willen in hun eigen rol of in hun teams. Mm-hmm. En die softwaretak is vooral inderdaad om organisatie breed te helpen, gewoon slimmer te werken, om meer te doen in minder tijd. Dus vandaar ook financieel gezien waarschijnlijk meer. Was ook echt een strategische keuze wat dat betreft. Ja, precies. Ja. Dus echt meer naar de implementatie toe in de praktijk. En, ook omdat we dat echt wel intrinsiek heel leuk vinden. Omdat je, maar dan komen we zo meteen nog op die taaltechnologie. Wat we dus hebben gezien aan de achterkant van ChatGPT. Ja, dat gaat echt voor zo'n verandering teweeg brengen op banen en organisaties. Ja. Ook qua inkomen dus misschien wel. Dus misschien zo meteen nog wel leuk om daar even over in te zoomen. Ja, en ik vraag me dan af, zeg maar, als je dan even kijkt naar de wereldkaart en wat een beetje de ontwikkelingen zijn rondom AI op dit moment. Waar staat Nederland op de ranglijst? Hoe erg lopen wij achter of voor of komen we er mee? Nou, Nederland is, wat dat betreft, hebben we ook eerder gezien in de digitale transformaties met de komst van het internet bijvoorbeeld. Nederland is, we zijn toch een beetje een ondernemend land. Dus op het moment dat er nieuwe technologie komt die ervoor zorgt dat we iets slim kunnen doen, dan zijn we best wel snel geneigd als organisaties om daar ook op te duiken. Mm-hmm. Dus ook veel organisaties die ik spreek zijn al met generatieve AI bezig. Zijn met kijken wat kunnen we met die taalmodellen doen om inderdaad om bepaalde teams efficiënter te laten werken. Of het nou gaat over HR, finance, marketing. En het probleem in Europa zit hem voornamelijk niet zozeer in dat we misschien die adoptie niet kunnen doen, want daar zijn we best wel goed in. Het probleem zal hem vooral in zitten dat we niet aan de fundamenten zitten van de technologie. Dus als we gaan kijken in Amerika, dan zie je dat daar, daar worden de fundamenten gebouwd als het gaat over die chips, waar die algoritmes op moeten worden gerekend. Nvidia bijvoorbeeld, dat is daar de koploper in, herenmeester. Nou, dat wordt daar gemaakt. Ja. Dus alle omzet en elk datacenter die iets met AI doet, moet die chips hebben. Ja. Dus alle deel van de omzet die we hier maken gaat in linea recta naar Nvidia. Ja, daarnaast hebben we al die cloud providers, dus Microsoft, Amazon, Google. Mm-hmm. Nou, die hebben we ook allemaal nodig. Dat zit ook niet hier. Dus een deel van onze omzet gaat naar die bedrijven. Dan heb je weer de software stack die daarboven zit. Dat is eigenlijk ook, weet je wel, de software producten die we nodig hebben om die algoritmes of die taalmodellen aan het werk te krijgen. Er zit ook heel veel daar. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat een steeds groter stuk van die taart, van wat we hier in Europa en Nederland aan het verdienen zijn, dat een steeds groter stuk van die taart gaat gewoon daarheen. En dat is meer het probleem. Ja. Ik denk dat het probleem minder zit op dat we niet kunnen bouwen of implementeren. Want daar zijn we in Nederland gewoon, zeker als het gaat over de rest van Europa, gewoon heel pragmatisch in. Ja. Is er een technologie die we kunnen gebruiken om iets slimmer te doen? Ja, dat willen we. Ja. Ja. Ja, nou ja, duidelijk eigenlijk. Hey, en waar ik dan wel benieuwd aan ben, want je doet het goed momenteel. Hè? Je bent overal terug te zien, te lezen, te boeken, nou eigenlijk alles. En dus dat betekent ook significant flink wat inkomsten stromen, zeg maar. Ben je dan ook iemand die dan heel bewust, bijvoorbeeld, we hebben net al gehoord, je geeft het in ieder geval graag uit, dat weten we nu. Maar ben je ook iemand die dan bijvoorbeeld ook heel bewust zegt, nou, ik ben ook bezig met bijvoorbeeld in ieder geval een stuk sparen of beleggen of investeren. Heb je daar ook bijvoorbeeld ook nog een bepaalde strategie in? Niet heel erg. Dus ik heb altijd wel wat ergens op wat beleggingsrekeningen staan. En we hebben gewoon best wel veel in onze holding, staat in onze holding, omdat we gewoon nog niet zo goed weten waar we het beste in kunnen gaan investeren. Mm-hmm. Of dat in meer mensen is, of dat we de Automation Group willen laten uitbreiden. We hebben ook heel bewust gekozen om daar dus twee verschillende BV's van te maken. Dus onze AI.nl is ons educatielabel, waarbij we dus vooral de kennis overdragen. Mm-hmm. Of dat nou is via strategiesessies met bestuurders, of via workshops en trainingen voor professionals in bijvoorbeeld marketingteams. Mm-hmm. Of die keynotes voor brede doelgroepen om ze te inspireren. Hè, wat is er al en waar gaan we naartoe en wat moet jij ermee? Maar dat is wel een. Daar doen we ook al onze RTL-dingen in. Daar doen we ook al onze boeken in. Maar dat is eigenlijk wel heel. Dat hangt heel erg aan Job en mij vast. Ja. Niet heel schaalbaar. Het is vaak gewoon urenbusiness. Mm-hmm. En we dachten wel met de komst van die Automation Group, waarbij we ook een nieuwe compagnon hebben aangesloten, Stefan. Dat is het technische genie daarachter. Mm-hmm.
Dat is echt een bedrijf wat we graag willen schalen. Dus idealiter zouden we daarover... mijn doel is om die over 5 jaar voor 25 miljoen te verkopen aan een grote IT-partij in Nederland. Mooi doel. Ja, daar wil ik gewoon heen. Ik wil het doen met hopelijk een mannetje of 20, 30 tegen die tijd. We hebben waarschijnlijk misschien een tussentijds financieringsronde nodig. Dus we hebben wel heel strategisch bedacht, oké, we moeten dat... geld hebben om te schalen. Ja, en in ieder geval dat ook los in een losse BV zetten. Want dan is het makkelijker om daar extern kapitaal voor op te halen. Zonder dat je gelijk dat hele complexe urenbusiness van AI.nl hebt. Ja. En wat je, om nog even op je vraag terug te komen, dat heb ik zelf persoonlijk, wat dat soort doelen. Nee, wat dat betreft, ik interesseer me echt totaal niet in crypto. Ik weet niet of je dat nog kan zeggen. Ik heb gewoon niet de mentale capaciteit om en hiermee bezig te zijn, om daar ook nog eens druk te gaan maken over al die investeren, dingen. Investeren en beleggen. Heb je vanuit huis vroeger financiële lessen meegekregen überhaupt? Nou, in zoverre... Je moet opzij zetten of je moet investeren of beleggen of... Nee, ja, ook niet. Het was niet echt een heel hot topic wat dat betreft eigenlijk. Ik denk dat ik... het was een beetje doordat een goede vriend van me... die heeft inmiddels een goede vriend van me... die heeft de Giro opgericht ooit. Hm. Gijs Nagel, die is ook onderdeel van ons raad van advies bij AI.nl. Ook een leuke gast als. Ja, Gijs is fantastisch. Echt een ontzettend leuke, slimme vent... die een prachtig bedrijf heeft gebouwd. En... die heeft me een beetje leren beleggen uiteindelijk. Dus daar die gaf me de eerste tips van wat je moet je doen als je die rekeningen hebt. Waar moet je wel in stoppen, waar moet je niet in stoppen. Ja. Heb ik natuurlijk niet naar geluisterd. Dus de eerste paar keer. Heb je missers gemaakt ook? Ja, tuurlijk. Nee, ja, dat is echt. Ik zei op een gegeven moment van... als ik ergens investeer, moet je vooral heel hard wegrennen. Ja. Gewoon ogen dicht en niet meer. Ja. Omlaag. Nee, het valt wel mee. Kijk, als je inderdaad gewoon mikt op wat bekende paarden als Nvidia... dan zit dat enorm in de list. Dus dat was ook wel grappig. Toen we dus afgelopen paar weken terug... met Marleen onder andere bij Nvidia waren op het kantoor. En Ganna, dat is onze contactpersoon daar, een Nederlandse... die ons daar ook ontving. En die zei, ja, Jensen, de CEO en oprichter... is de enige oprichter van een techbedrijf in Amerika... die nog in de CEO-rol zit. Mm-hmm. Ja, die loop je ergens rond. En ze zou een seintje geven als hij er was. En toen gaf ze een seintje van, ja, hij loopt ergens rond. Dus ik zat te kijken... Ik zag hem niet meer. Toen dacht ik van, nou, ik loop wel even naar de wc toe. Ik ben nu toch al buiten. Ja. Ik loop die wc in. Ik kijk naar rechts. Ik denk, staat hier. Ja, het is een heel kenmerkend vet. Hij had altijd een leren jasje aan. Dus het is onmogelijk om te missen. Ja, op slippers ook. Ja, dus toen heb ik hem toch wel eventjes even uiteindelijk bedankt... voor het bekostigen van de zomervakantie. Nou ja. Maar over fouten gesproken. Want je zei, als ik ergens investeer, moet iedereen weg. Ik zeg altijd, van fouten moet je leren... Want dan word je beter. Maar heb jij ook fouten gemaakt waarvan je zegt... oei, dat waren echt wel... misschien niet eens met investeren, misschien in carrière-wise. Dat waren echt grote financiële fouten. Financiële fouten? Nee, ik denk dat ik... weet je, als ik wat slimmer met financiën was omgegaan... had ik gewoon veel meer spaargeld gehad. Dat is denk ik evident. Mm-hmm. Wat ik al zeg, ik let er gewoon niet zo heel erg op. En ik ben veel meer bezig inderdaad met... Goh, als ik nu iets ergens zin in heb, dan gaan we het gewoon doen. Ik vind nooit dat je dingen te lang ook moet uitstellen. Dus dat is denk ik... ik weet niet of je dat een fout moet noemen... maar het was meer een andere keuze geweest. Maar echt grote financiële fouten? Nee, ik heb ooit een keer inderdaad... In de tijd dat we nog Bitcoin aan het minen waren... op de tijd van een softwarebedrijf... in 2012, 2009 of zo hebben we het over... misschien iets later, dat we al die bitcoins op Mt. Gox hadden gezet. Een grote exchange in Japan die vervolgens gehackt werd of iets dergelijks. Nou, super. En hoeveel bitcoins waren dat? Je zegt al die bitcoins? Er waren een paar. Dat waren er niet veel. Maar dat stond vandaag de dag wel, inderdaad. Ja, maar het voelt niet als verloren geld, gelukkig. Nee, oké. Dus misschien is dat dan een van de grotere missies geweest. We hadden net al kort even over AI en dan inderdaad het financiële landschap. Hoe denk je dat AI het financiële... doet het natuurlijk al enigszins, maar hoe denk je dat AI het financiële landschap gaat beïnvloeden? Bijvoorbeeld hoe we met geld omgaan of ook qua banken, wezen. Wat zijn de grootste ontwikkelingen daarin, denk je? Ja, ik denk enerzijds dat je ziet wat Bunk nu aan het bouwen is. Een soort van chatbot die je financieel advies gaat geven of in ieder geval vragen kan stellen over je is dat rekening. Gevaarlijk, denk je? Zo'n soort bot? Nee, ik denk dat het super nuttig kan zijn. Okay. Ja, kijk, de AI zal bij name in staat zijn om heel overtuigend te zijn. Dus de cybercriminelen gebruiken het ook maar wat graag inderdaad... om je misschien te overtuigen om WhatsAppjes en zo. Op verkeerde malafide mails te klikken. De boekingfraude hebben we recent gezien... waarbij je een mailtje krijgt van het hotel. Van, hey, morgen lang, superleuk. Als je nog wil overnachten, moet je even je creditcardgegevens achterlaten.
En vervolgens gaan ze er met 10.000 piek vandoor. Ja. Ik denk voornamelijk ook dat dit gaat helpen, ook op het gebied van gezondheid, maar ook zeker op het gebied van finance, om in ieder geval mensen inderdaad beter te coachen, misschien inderdaad om bepaalde uitgaven te doen. Mm-hmm. Misschien je bankier chatbot, hè, mits je daar om vraagt, ja, gaat zeggen van joh, je hebt deze week wel heel veel bij de Albert Heijn to go ben je langs geweest. Misschien moet je even hier maar. Of misschien ook peers in jouw leeftijdscategorie, die zetten zoveel per maand opzij. Met zo'n beetje pragmatisch coaching misschien daarin. Ja. Of dat ze zeggen van, hey, we zien op basis van waar jouw interesse is op het internet, dat je deze en deze markten leuk vindt. Nou, wil je misschien een beetje opzij zetten om ook in die markten te investeren? Op een beleggingsplatform bijvoorbeeld. Dus ik denk dat een groot verschil gaat maken. En intern gaat AI voor bij al die financiële instellingen zorgen dat er gewoon hetzelfde gedaan kan worden met een fractie van de mensen. Mm-hmm. We zeggen zelf altijd, AI is not the end of work, it's the end of boring work. Klopt. Iemand anders zei laatst, AI is not the end of work, AI is the end of lazy work. Dus een baan waarbij je op je reet zit en waarbij je 8 uur per dag achter je laptop zit. Nou, dat gaat over een paar jaar niet meer nodig zijn. Ja, ja. Nou ja, goed. Ik denk dat dat ook alleen maar gunstig is. Ik denk niet dat iemand heel gelukkig wordt van de hele dag door, KYC-applicaties handmatig nalopen. Dat is ook niet iets waar mensen blij van worden. Dus dat moet je ook echt absoluut niet laten doen. Systematisch werk gewoon eigenlijk ook vooral, denk ik. Ja, dus daar gaat een enorme verandering op plaatsvinden. Dat is natuurlijk ook weer de vraag, hè? Wat gaan de mensen in die rol dan doen? Mm-hmm. Nou, ik denk dat er voldoende uitdagingen zijn in de wereld waar nog naar gekeken kan worden. Ja. Ja. Maar dat er wel een. Ik denk wel dat het goed is dat de mensen die daarin werkzaam zijn, snappen dat het werk wat ze aan het doen zijn, in eerste instantie heel snel aan verandering onderhevig is. En over een paar jaar denk ik gewoon niet meer nodig is. Ja. Deze podcast wordt je aangeboden door Gold Republic. Het platform voor het investeren in fysiek edelmetaal. Transparant, veilig en 24 uur per dag via de website of via de app. Ja, en over fraude gesproken, want dat, in mijn ogen is dat ook best wel een dingetje wat kan gaan veranderen. Hoe denk jij dat AI financiële criminaliteit kan gaan stimuleren of juist kan gaan helpen ertegen? Want het kan twee kanten op gaan. Ja, zeker. Ik denk enerzijds, de AI is in staat om patronen te herkennen uit hele complexe datasets. Ja. Dus ik denk dat het voor grote opsporingsorganisaties makkelijker is om bepaalde dwarsverbanden te vinden. Om te kijken van, wacht eens even, misschien is hier is dit geen webshop in oplaadkabels, maar is het misschien een dekmantel voor andere organisatie? Ja. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik dus dat wat je nu al gewoon heel veel ziet, is dat cybercriminelen er gebruik van maken om die taaltechnologie in te zetten om phishing mails heel persoonlijk te maken. Ja. Dat ze ergens op internet hebben gevonden dat je bij een bepaalde sportclub sport. En dat dan volgens een automatisch mailtje maken. Hey, je hebt je contributie nog niet betaald. Dus klik even op deze link. Ja. Ik denk dat daar grote verschillen gaan maken. Je hebt al zelfs een op de dark web is al een taalmodel te vinden. Die is getraind om malware te schrijven. Dus voor $100 per maand kan je blijkbaar als cybercrimineel een abonnementje nemen op Fraud GPT. Fraude GPT. Dat is gewoon echt een taalmodel speciaal ontwikkeld voor. Dus dat is natuurlijk het is een hele grote discussie gaan in de techwereld of je taalmodellen wel of niet open source moet maken. Ja. Nou, dat kunnen we een hele technische discussies over gaan voeren, mm-hmm, of het wel niet handig is. Het nadeel is in ieder geval dat cybercriminelen het ook heel goed kunnen gebruiken om die modellen specifiek op dit soort dingen te trainen. Ja. Dus dat gaat zijn. Maar goed, wat dat betreft moet je ook gewoon vuur met vuur bestrijden. Ja. Dus, maar zijn er dingen waar we extra op moeten letten? We hebben AI-systemen nodig om AI-criminaliteit op te lossen. Ja. Moet je extra dingen op letten? Ja, je moet gewoon eens weten dat die AI-systemen vandaag de dag in staat zijn dus om hele gepersonaliseerde mails te maken. Dat konden ze op zich al een beetje met voldoende tijd en effort. Mm-hmm. Wat veel belangrijker misschien nog is, is dat het heel makkelijk is om tegenwoordig ook de stemmen na te bootsen. Foto's al wat makkelijker. Video's begint er ook een beetje aan te komen. Ja. We hadden van de week, hadden we Marieke Snoep in de uitzending bij Cyber Sessies. Zij is lid van de Raad van Bestuur van KPN. En ze zegt, ik heb gewoon een deepfake van mijn eigen stem gemaakt om aan mijn ouders te laten horen. En die hoort het verschil niet waarschijnlijk. Nou, deze zei het misschien, ik hoor het misschien nog wel een beetje. Maar dat is natuurlijk in de context dat je dan zegt dat het er is. Maar als je een telefoontje krijgt of een WhatsApp-signaal met een allemaal rumoer op de achtergrond, een trein die langsrijdt, dan is dat misschien niet meer van echt te onderscheiden. Nee. In het, weet je, zeker als je er een beetje paniek mee zaait. Zeker bij wat oudere mensen. Ja. Dus dat, ik denk dat het goed is om daar met elkaar in ieder geval het gesprek over aan te gaan van jongens of familieleden. Dit kan gebeuren, dus maak nooit zomaar geld over als ik om vraag. Ik had iemand anders in de uitzending, schiet me even wie dat zei.
Ik denk dat het... het was Miljuska, de tv-chef. Die zei, ik heb met mijn kinderen een codewoord afgesproken. Slim. Dat als er inderdaad om geld wordt gevraagd, dat we een bepaald codewoord hebben. Ik weet niet veel wat. Wat is het codewoord? Soeplepel. Soeplepel. Ja, courgette. Ja, dat was niet met koken te maken hebben. Ja. Dat je weet dat het degene aan de lijn is. Ja, slim. Dus ik denk dat dat ook wel een goede tip, pragmatische tip is. Het klinkt misschien een beetje overdreven. Nee, hele goede tip. Maar doe dat nou met elkaar. Het gaat zo snel. De ontwikkelingen gaan zo ongelooflijk snel, voor je het weet. Ja. Kunnen ze je wel een filmpje van jou maken met een deepfake? En... Ja. Nou ja, ik las een tijdje terug. Dat is echt wel een hele tijd geleden. Was volgens mij de eigenaar van een van de energiebedrijven in Engeland. Die werd inderdaad gebeld door zijn compagnon. Ja. Met inderdaad, er is haast bij. Er moet nu x bedrag worden overgemaakt. En het ging volgens mij net om een paar ton. Ja. Naar deze partnerbedrijf. Of in ieder geval een zakelijke relatie. En die heeft dat inderdaad gewoon gedacht. Wow, shit. Ik moet dit nu inderdaad gelijk overmaken. En dat was het inderdaad binnen luttele seconden was dat inderdaad ook overgeboekt. Ja, en er waren dus een paar ton kwijt. Ja, je zag het bij de Amerikaanse bank ook. Daar is 20 miljoen buitengemaakt. Bij Pathé eerder, daar is een Nederlandse CFO nog voor moeten opstappen. De CEO destijds 16 miljoen. En ook Ali Niknam, die hadden ook recent in de uitzending. Die is ook gediepfaked. Ja. En was geprobeerd inderdaad om een collega te overtuigen. Gelezen. Met een videocall notabene. Ja. Om inderdaad geld over te maken. Ja, het is echt bizar. Maar volgens mij zijn om deze reden worden er ook steeds meer regels nu gemaakt. Ja. Dat vertelde jij ook laatst over. Ja, dat ze nu in Europa echt regels aan het maken zijn. Ja, dat is super nuttig. Alleen daar gaan die cybercriminelen zich niet aan houden. Dus dat, dat daar hebben we... we hebben er wat aan om voor de eerlijke bedrijven. Om daar een beetje een level playing field in te creëren. Ja. Maar die cybercriminelen die hebben natuurlijk lak aan. Ja. Ik denk wel dat het ook wel... Ik denk ook dat 2024 wel het jaar gaat worden waarin iedereen in een vorm van deepfakes gaat trappen. En of het nou is inderdaad in nepnieuws of in desinformatie, in inderdaad iemand is die je kent, die je opbelt. Mijn co-host van Cybersessies, Harm Teunis van RTLZ, die liet eergisteren zien dat hij was gediepfaked voor een gokreclame in dat de Filipijnen. Dus ze hebben gewoon zijn beeld gepakt van YouTube. Zijn stem notabene ook erbij. En is nu wordt nu getarget in de Filipijnen. Hij is nu geen Filipijnen. Ja, echt. Vrijdag gaan we uitzenden. Tegen de tijd dat deze uitzending uitkomt, dan moet je eventjes naar RTL gaan en dan zoeken op Cybersessie. Dan kan je de laatste aflevering zien. Nou, ik zit even te kijken, want ik kwam laatst... Ik vind dat het wel leuk om een beetje dat soort nieuwe programma's en toolingen op AI-vlek ook op te zoeken. En toen kwam ik Unreal Engine tegen. Ik weet niet of je dat kent. Ja, de bekendste gaming engines. Ja, en dat is dus nu ook helemaal... Nou ja, daar hebben ze nu een aantal modules volgens mij aan toegevoegd. Waarbij je dus onder andere dus heel goed nu echt deepfake personages heel makkelijk inderdaad... Ja. Eigenlijk gewoon met een handleiding kunnen jij en ik redelijk makkelijk... Kunnen wij een deepfake maken? Kunnen wij redelijk makkelijk aan de slag. Inderdaad met bestaande images ook. Je kan bijvoorbeeld via Midjourney dan een image maken en dan gewoon zeggen, nou, volume 6 Midjourney is natuurlijk heel erg realistisch aan het worden nu. Ja, die image generators. En daarmee kun je dan eigenlijk gewoon zeggen, nou, we creëren gewoon iemand en die kan dan gewoon volledig gewoon jou aanspreken of inderdaad gewoon in een videocall gaan zitten. En iedereen kan er ook een beetje mee testen. Het MetaHuman heet dat project. Heel mooi, ook heel nuttig, denk ik. Ja, zeker. Ja. Maar dat ook wel weer, het heeft altijd twee zijden, technologie. Ja. En in Europa zijn ze natuurlijk bezig dus met die wet en regelgeving. Dat is dan vooral inderdaad voor de keurige bedrijven. Die criminelen hebben daar natuurlijk lak aan. Maar dat betekent wel dat, volgens mij willen ze dat gaan categoriseren. Hè, zwaarte van het risico, zeg maar, wat de AI-toepassing dan precies heeft binnen het bedrijf. Hoe ver mag je daar als bedrijf in gaan? Want waar trek je de grens met dit heeft inbreuk of iemand zijn privacy? Of ik kan met bankwezen bijvoorbeeld, wat er nu bijvoorbeeld heel veel gebeurd is. Er zijn bijvoorbeeld verdachte transacties of wat dan als dusdanig wordt aangemerkt. En dan wordt even gebeld zo van, nou, ik weet niet maar wat jij aan het doen bent. Je heel veel bol.com bestelt de laatste tijd. Dat vertrouw ik niet. Waar trek je de grens? Wat is nog ethisch en verantwoord en wat niet? Nou, kijk, die Europese wetgeving is vrij vernuftig ingeregeld. Het heeft inderdaad verschillende risicocategorieën. Dus als je zegt van, nou, dit AI-systeem is heel nuttig, maar heeft niet zoveel implicaties op het leven van mensen. He, bijvoorbeeld de spamfilter. Nou, dat zijn we op zich, is gewoon in principe machine learning. Ja, zou je kunnen vatten onder AI.
is heel nuttig. Willen we ook vooral niet te veel aan morrelen. Want die willen niet te veel spam binnenkrijgen. Dus dat laten we lekker met rust. Dat valt onder het lage risico. Je hebt wat hogere risicocategorieën, waarbij je dus inderdaad ook echt bijvoorbeeld dat je gaat communiceren met AI-systemen. Nou, dat wordt er gezegd, als je inderdaad een chatbot gebruikt of een voice-technologie, dat je altijd aan de eindgebruiker moet laten weten dat het een AI-systeem is waarmee je die communiceert en niet met een mens. Mm-hmm. Ook logisch. Je hebt een bepaalde hogere categorie die zegt ook weer van, als het echt gevaar oplevert voor mensen als het misgaat. Hè? Bijvoorbeeld een zelfrijdende auto of een robot die op ons gaat opereren. Ja. Nou, dan willen we toch wel dat we weten hoe die systemen in elkaar zitten. Welke foutafvangsystemen erachter zitten. Hè, dus dat er bepaalde audits worden gedaan op hoe die systemen te werk gaan. En welke veiligheidsinstructies ze hebben. Nou, dat is op zich ook logisch. En dan is er nog de hoogste categorie. Dat is een soort van onacceptabel risico. En dat zit er bijvoorbeeld op het feit dat wij niet willen dat bijvoorbeeld social scoring systemen komen, zoals die kennen in China. China, ja. Ik wil net zeggen. Ja, maar de politie schijnt het al wel een beetje mee te testen. Of heb ik dat verkeerd gelezen? Mm-hmm. Op heel veel vlakken, hoor. Dus er is natuurlijk heel veel getest inderdaad met het opsporen van criminelen. Overigens is al die Europese EU-wetgeving heeft een uitzondering dat als het wordt gebruikt voor defensiedoeleinden. Dus dat kan je wel breed trekken natuurlijk. Dat is natuurlijk de expliciete uitzondering. Ja. Dit is voor bedrijven en organisaties. Maar als het met defensie te maken heeft, dan geldt dat niet. Ja. En ik denk ook weer dat ik snap waarom ze dat doen. Tegelijkertijd denk ik dat juist defensie wel dat daar een groter risico schuilt in de autonome oorlogsvoering dan als het gaat over dat denk ik ook, ja. De super intelligentie waar iedereen zo bang voor is. Ja, want ik ben ooit een keer bij... hoe heet dat nou? Bits of Freedom. Ik weet niet of je dat kent. Bij de Big Brother Awards heet dat. Dat doen ze volgens mij elk jaar. En een paar jaar geleden ben ik daar een keer geweest. En daar ging het uiteindelijk over. De politie Nederland was toen ook genomineerd voor een Big Brother Award. Wat een verrassing. Zal misschien dit jaar wel weer gebeuren. Ik weet in ieder geval dus dat de Koninklijke Marechaussee genomineerd is. Ook voor dit jaar. En onze minister van Justitie en Veiligheid is ook genomineerd. Maar daar ging het inderdaad ook over predictive policing. Dus inderdaad, eigenlijk werd er al een beetje gebruik gemaakt van... ik weet niet of het een AI-toepassing is. Maar in ieder geval op basis van bepaalde data en gegevens om te kijken van... waarschijnlijk op deze 2 vierkante meter vindt er dan en dan een criminele actie plaats. Ja, dus voorspellen. Dus. Ja, dus dat doen zij dus eigenlijk al wel. Nou, kijk, ik vind ook dat we in Nederland altijd wel een beetje beetje braafste jongetje van de klas willen zijn. We hoeven in deze podcast niet de hele toeslagenaffaire natuurlijk ook. Laten we maar niet doen. Zijn we even bezig. Maar ik vind op zich wel, het is natuurlijk logisch dat je wil als organisatie, of dat dan gaat inderdaad over opsporing of over andere zaken, dat je wil dat op een slimme, intelligente manier gebeurt. En dat je niet, weet je wel, lukraak, we plakken de kaart van Utrecht op de muur. We pakken een paar dartpijltjes en we gaan eens even gooien waar we vandaag eens gaan langsrijden. Zet het hele korps daarop in, ja. Dat wil je natuurlijk niet. Nee, je wil wel de mensen, de beperkte middelen die je hebt, ze nuttig mogen inzetten. En dat je daar uiteindelijk ook algoritmes voor gebruikt. Ja, dat vind ik echt niet meer dan logisch. Het enige wat je wel moet doen, is dat je daar transparant over bent. Hè, dat je ook dat mensen weten hoe die dingen werken. Waarom bepaalde beslissingen worden genomen. Dat je altijd als mens dat nog controleert. Ja. Dat je ook als je daar eenmaal in zit, weet je wel, dat je op een gegeven moment zegt van, nou ja, die politie, rijdt nu natuurlijk 8 keer per dag door mijn straat heen. Waarom is dat? Ja. Misschien zie je wel een hele onveilige buurt. Ja, dat zou kunnen. Maar dat je ook misschien altijd een aanspreekpunt kan hebben als burger. Van, moet dat wel? Is dat wel goed? Hè? Dus dat je daar de dialoog de zorgen wegneemt ook. Ja, en dat je daar misschien ook wat invloed op kan hebben. Dus zelfs met de toeslagenaffaire. Als je ergens ooit een keer in een bakje komt waar je denkt niet in te moeten zitten, dat je daar kan aankloppen. Dat het ook duidelijk is waar je moet aankloppen. Ja. Dus ik denk dat het veel meer daarover gaat. En dat we een beetje moeten ophouden met het gemiep over, ja, de politie gebruikt algoritmes. Ja, thank god gebruiken ze algoritmes. Ja. Want anders... Hebben de cybercriminelen alleen nog maar meer voorrang. En de normale criminelen ook. Ja, precies. Ja. Ja. Ik denk dat het tijd is voor onze volgende rubriek. Yes. Money fuck-ups. Heel zoals. Leuk, hè? Ik vind hem top. Dus de rubriek Money Fuck-ups. Het onderdeel van geldzaken waar we in financiële missers, blunders en ander opmerkelijk nieuws daar omtrent aan de kaak stellen. We hadden net al even kort over AI, cybercriminaliteit. En vanuit een recent fraudeonderzoek van Experian blijkt dat fraudeaanvallen op consumenten en bedrijven flink zijn toegenomen.
Daardoor nemen ook de verliezen bij deze bedrijven toe. Dat gaat gepaard met inderdaad talloze datalekken, gevoelige informatie wat op het dark web, hebben we net ook even over gehad, beland. Er zijn in ieder geval allemaal nieuwe ontwikkelingen waar we ook op een nieuwe manier in ieder geval op moeten gaan reageren. Net noemde je het al even, maar heb je zelf wel eens te maken gehad met iets van cybercriminaliteit, identiteitsfraude of iets in die richting? Ja, ik was een tijdje geleden, werd ik gebeld inderdaad door een dame van Bunk. Een echte dame? Of een echte dame, ja, sprak keurig Nederlands ook. En die zegt van ja, we zien wat verdachte transacties op dit en dit bankrekeningnummer. Klopt dat het uw bankrekeningnummer is? Ik zei, nou, geen idee, we hebben er echt heel veel. Dus het is, weet ik het. Maar dat zou kunnen. Ja, er wordt allemaal geld wordt geprobeerd over te maken naar België. En moet even wat controlevragen doen om te kijken of we dit kunnen blokkeren. En omdat ik al 4 jaar het programma Cybersessies, of 2 jaar, 3 jaar programma Cybersessies presenteer, heb ik misschien wat meer vingerspritsing gevoel voor wanneer inderdaad mogelijke oplichters. Ja. Ik was al wat sceptisch. Maar ik moet wel zeggen, het klonk echt ongelooflijk overtuigend. Ik dacht, ga ook even een beetje doorvragen om te kijken van wat ze nou uiteindelijk dan van je willen. En wat wilden ze van je? Nou, ze wilden dus inderdaad allerlei gegevens toch hebben. Van jouw persoon? Ja, om te kijken inderdaad, voor hun om te controleren of het inderdaad klopte met wat er in de systemen stond. Mm-hmm. En waarschijnlijk uiteindelijk met het doel, omdat ik ergens op een linkje zou klikken om ze toegang te geven tot een rekening of iets zou overmaken of zoiets. En op een gegeven moment was ik er een beetje klaar mee. Toen zei ik van, nou weet je, ik ken gelukkig je baas heel goed. Dus mag je even je naam hebben? Dan app ik hem even of het klopte dat je voor ze werkt. En toen zei ze, ja, natuurlijk. En toen werd er gelijk opgehangen. Oh. Dat is een beetje hetzelfde als al die WhatsApp-berichtjes die ze dan per ongeluk naar politieagenten sturen, weet je wel? Die willen met z'n allen zelfie terugsturen. Ja, het is ook altijd dat soort. Ja, dus dat was de eerste keer dat ik er echt zelf mee te maken kreeg. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat je hier wel in zou trappen. Ja, absoluut. En ook mensen die hier gewoon heel veel van weten. Ook mensen die gewoon in de wereld van tech zitten, die nog steeds in die booking.com-fraude trappen. Omdat het zo overtuigend is. Ja. Dat is wel zorgwekkend. Ja, zacht uitgedrukt. Ja, het kan echt gaan om echt heel veel geld natuurlijk wat wordt buitengemaakt. Ja. Ook wat veel mensen ook onderschatten is het psychologische effect ervan. Dat mensen worden toch wel heel wantrouwend. Ze worden angstig. En het kan goed misgaan ook. Ik bedoel, je kent genoeg verhalen van opa's en oma's die hun halve spaarrekening naar iemand hebben overgemaakt per ongeluk en het ook nooit meer terug hebben gekregen. Ja, van de week stond ook een artikel in de Telegraaf over een heel markant verhaal in Amerika, waarbij een Chinese exchange student zichzelf had laten gijzelen door cybercriminelen. Ja, in een tentje zat ergens. Ik heb dat gelezen. Ja. Ja, die werd door cybercriminelen opgedragen van, als je niet doet wat wij zeggen en we willen geld van je familie hebben, dan gaan we ze wat aandoen. Mm-hmm. Dus jij moet nu, als je dat niet wil dat gebeurt, moet je nu in een tentje in een of ander veld gaan zitten. Dat was ook een besneeuwd veld. Het zag er heel terug. Die zat er al een hele tijd, zat hij daar. En afgelegen veld. En hij moest ieder uur moest hij FaceTime om te laten zien dat hij daar nog steeds zat. Want anders zou zijn familie iets worden aangedaan. En die moest iets van 80.000 piek of zo overmaken. Ja, dat is wel een heel heftig verhaal. Ja, maar dat is denk ik wel iets waar we rekening mee moeten houden, dat het misschien ook hier zou kunnen gebeuren. Dus dan moet je nagaan dat, kijk, AI neemt dan de lazy jobs over, maar het is ook die van criminelen. Ze hoeven niet eens meer actief iemand te gijzelen. Dat inderdaad. Ja, mensen doen het gewoon zelf. Je ziet je ziet ook natuurlijk dat, en nu is het nog natuurlijk een mens die daarachter zit. Als je gewoon een algoritme inregelt, uiteindelijk, dat zijn we nog niet met die technologie, maar om die communicatie te doen met zo'n persoon. Ja. Om iedere uur even te facetimen en dan te kijken of er nog steeds een veld te zien is. Ja. Dan kan je dat natuurlijk doen, niet met één iemand, maar met 100 mensen tegelijkertijd. Ja. Dus de schaalbaarheid van cybercriminaliteit wordt veel groter. En ik denk ook wel dat wij, als ik voor ons mag zeggen, wij die er veel mee bezig zijn, er wat alerter op zijn. Maar zeker de oudere mensen, de ouders, de opa's en oma's, die letten er gewoon niet zo op. Nee, absoluut. Hoe nemen wij die in bescherming eigenlijk? Ja, ik denk veel toch het gesprek blijven aangaan. Het is een onderwerp wat toch voor veel mensen inderdaad, het is geen leuk onderwerp. Het is een beetje inderdaad of je administratie moet doen. Tenminste, de meeste mensen, 99% van de mensen, is dat ook niet hobbymatig. Een eng onderwerp vaak. Ja. Eng onderwerp, dus je hebt het er liever niet over. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, kijk maar eventjes een e-learning op het internet om te kijken. Dat doen mensen niet. Nee. Dus gewoon vooral het gesprek daarmee aan blijven gaan. En de soeplepel. En de soeplepel, inderdaad. En de courgette. We gaan ook even naar de andere kant, de positieve kant van. Zeker.
Money Makers! Ding, 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 ding. Ja, we hebben in ieder geval veel plezier beleefd aan het opnemen met van de deze jingles. Jingles. Ja. Ja, dat was wel dat is mooi. Lollig. Ja, er worden binnen de financiële wereld natuurlijk ook heel wat successen behaald. Ja, waar men met recht trots op mag zijn. Dus in deze rubriek halen we die graag naar voren. En het kan echt een succesvolle ondernemer zijn. Een succesvolle kapitaalronde. Iemand met een goed idee of gewoon puur geluk. Waar hij of zij gewoon heel veel geld mee heeft verdiend of verdient. Nou, we zitten nog redelijk in het begin van het nieuwe jaar. Dus ik vond eigenlijk dit wel een mooi om mee te nemen. En dat is de postcode loterij. Dus over, we spreken dan echt even over geluk natuurlijk. Ja, dat hier is wel echt geluk. Op oudejaarsavond is dan de staatsloterij. En dan daarna op 1 januari is dan de postcode loterij. En die viel dit jaar in Berkhout. Er zijn een aantal mensen heel erg blij. Ik denk dat er ook een aantal mensen zijn die echt denken, had ik maar ooit gewoon toch meegedaan. Hij was gigantisch toch dit jaar? Ja, het ging om een bedrag van 58,9 miljoen. Dat was dan de postcode kanjer. En nou ja, daar vallen dan ook nog weer wat andere prijzen onder. En het is natuurlijk het idee dat de postcode waarop die valt, daar verdeel je dan eigenlijk de prijs over. Nou ja, de kans is, even kijken, ik ga iets te ver. De kans dat je voor de trekking van afgelopen jaar had je als deelnemer gemiddeld een kans van 1 op 2058 om in de winnende wijk mee te spelen. En de kans op het postcode-deel was echt nog een stuk kleiner. Dat was 1 op 249.976. Maar dat gaat dan ook nog over geldbedragen van een paar tientjes, toch? Ja, dus ja, je hebt inderdaad echt die kanjer, ja. Inderdaad. Nou, die 58,9 miljoen. Kijk, dat is natuurlijk lekker. Dan pak je wel flink wat bedragen mee. Maar je kan ook bijvoorbeeld een auto winnen of een abonnementje. Een rituals pakket. Precies, ja, dat soort dingen. Gevoelig voor? Ik vind dit zo'n vorm van psychologische manipulatie. Ja. Echt briljant bedacht ooit. Dus door, voor mij was het Buiten Polman of zo, die het ooit heeft bekokstoofd. Of misschien was het iemand anders, maar ja, geniaal echt. Want dit is de briljantste scam die ooit legaal gemaakt is. Laten we dat wel voorop stellen. Ja. Maar en waar de overheid aan meedoet, tenminste voor de staatsloterij. De staatsloterij inderdaad. Ja, ja, maar het is echt toch verschrikkelijk dat we dit nog toestaan met z'n allen. Ja. Dan hebben we het met z'n allen dat we worden gemanipuleerd door sociale media en door die algoritmes. Ja. Nou, dit is natuurlijk het allereerste. Als je hoort wat je kans is om te winnen. Ja, maar vooral, je doet inderdaad, dat is al heel vaak benoemd, maar je doet impliciet gewoon mee, want iedereen heeft een postcode. En het voelt natuurlijk zo ongelooflijk kut als je net die ene buurman bent, ja, die het niet doet. Ja. Dus ik snap dat mensen daar ontzettend gevoelig voor zijn om toch maar mee te doen. Ja. Maar dit is toch, ja, ik weet niet. Ik vind hier wel. Ik heb hier een mening over. Ik heb weinig morele bezwaren bij dingen. Maar hierbij denk ik toch wel van, jongens, ja, misschien. Ja, ik ook, hoor. Dus je bent niet iemand die trouwt toch elk jaar op oudejaarsavond een staatslot aanschaft? Nee. Nee. Okay, nee. Helder. Ik probeer dat ook eruit te krijgen bij mij in mijn kringen. Maar er wordt altijd gezegd, zullen we op oudjaar? Zeg ik, jongens, ik koop liever een goede fles champagne. Heb je er dan een staatslot? Waarschijnlijk meer. Heb je meer aan? Ja. 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 Dan moet je nagaan, zijn ook mensen die dan gewoon een straatje kopen. Hè? En dat is iets van €350. Oh, echt? Volgens mij, ja, zeker. Ja, maar goed, kijk, en dan met de postcode loterij en ook nog weer. Daar heb je natuurlijk die kansspelbelasting. Moet daar gewoon nog af. En dat is met de staatsloterij dan weer niet zo. Mm. Dus uiteindelijk van wat je, hè, hou je natuurlijk een stuk minder uiteindelijk onderaan de streep ervan over. Nu staat de gokindustrie in Nederland sowieso heel erg ter discussie. Ik las laatst wel ook dat wat de overheid per jaar overhoudt aan die staatsgokken. Ja. Voor mij doet iets van een omzet van 2, of 3 miljard bijna, geloof ik. Ergens tussen 2 en 3 miljard was het. 1,1 miljard. Voor alle, misschien dat Holland Casino daar dan ook bij zit. Ja, maar precies. Uiteindelijk houden ze onderaan de streep 180 miljoen per jaar over. Ja. Nou ja, dat is toch niet heel erg veel. Voor zoveel geld. Dan kan je niet een jaartje een ziekenhuis voor open houden, volgens mij. Dus nee. Ik vind het echt een. Ik denk dat. Voor de bijzondere keuzes gemaakt. Voor de moeite die erin gaat zitten. En inderdaad, misschien hadden we dit gewoon niet moeten doen met z'n allen. Maar er zijn urgentere problemen om er echt druk over te maken. Ja, ja, true. Wat denk je dat AI invloed gaat hebben op deze industrie? Ja, zeker. Ik denk dat. En hoe? Het grappige is die taalmodellen. Gaan we naar die taalmodellen? Toen ik ze laatst al tegen iemand. Als je een shotje zou nemen voor iedere keer dat ik het woord taalmodel op de dag zet, dan heb je. Zijn we voor vrij dan? Voor het middaguur zijn we echt katslam. Die taalmodellen, die dus de menselijke taal hebben doorgrond en dus kunnen communiceren als mensen, die zijn bij uitstek in staat inderdaad ook om heel
effectief te communiceren als mensen. Dus ja, om veel empathischer te zijn, volgens alle onderzoeken, om veel, maar ook veel overtuigender te zijn. En die kunnen precies die woorden kiezen die misschien voor een bepaald persoon net triggeren om wel of niet tot een bepaalde actie over te gaan. Ja. En daar zijn we nog niet, maar dat gaan we wel de komende 12 tot 24 maanden gaan we daar naartoe. Dat is echt evident. En het interessante is natuurlijk dat als je dat gaat gebruiken op een goede manier om mensen dat misschien te laten afvallen, of als dat nodig is, of als om ze te laten stoppen met roken, als dat nodig is, of als ze om ze financieel weerbaar te maken. Top. Alleen, ja, je kan natuurlijk ook gebruiken inderdaad als je een gokbedrijf bent, mm-hmm, of daarmee actief bent, om dat te gebruiken om meer mensen naar je platform te krijgen, om mensen langer te behouden, om je wil je abonnement op de postcode loterij opzeggen. Prachtig mooie mail met alle helemaal persoonlijk getriggerd, ja, met al de punten waar jij net op aangaat. Ja. Hey, je hebt toch die wens om dat huis te gaan kopen dit jaar, toch? Hoe mooi zou het nou zijn als je dit jaar toch nog eventjes de postcode laat wint. Ja. Ja, het zou stof zijn. Denk je wel zeker dat je wil stoppen? Maar, ja. Dit gaat er aankomen. Ja. En het interessante is dat waar we vandaag de dag zijn met die taaltechnologie is nog heel reactief. Hè? Dus je moet echt actief naar zo'n toeltje toe gaan. Dus dan moet je een prompt maken, een instructie om tot een bepaald antwoord te komen. Nou, mm-hmm. Dat antwoord moet je zelf weer in de mail gaan plakken. We gaan de komende 12 tot 24 maanden toe naar de zogeheten AI agents. AI-systemen die niet alleen in staat zijn om antwoorden te genereren, ja, maar ook om acties te ondernemen. Dus niet alleen de restaurant aanbevelingen te doen, maar ook de reservering voor je te maken. Hij verdeelt dan de taken onder, toch ook? Over die verschillende agents? Ja, precies. Ja. Dus die gaan dus ook dingen voor jou doen. Hè? Ja. Dus een mailtje sturen of een reminder maken. Of een marketingcampagne voor je in elkaar sleutelen en de visuals erbij assistent maken. Ja. En als je dat dus koppelt aan het feit dat je misschien dus mensen een beetje manipuleren helpen om daarin... Manipuleren helpen, ja, dat wordt het woord van 2024, denk ik. Hij komt van Jos Burgers of Jan van Zitten, geloof ik. Okay. Ja, credits do where credits do. Ja. Ja. Of Remco Klaassen. Maar die... Remco Klaassen, denk ik. Maar die... Dat gaat eraan te komen. Ja. Dus ja, mensen worden straks ook heel overtuigd om toch in dit soort dingen mee te doen. Misschien meer dan ze zouden willen. Ja, helaas. Ja, helaas. Ja. Maar goed, misschien hebben we daar dus ook weer AI-systemen voor. Om, die ons weer kunnen gaan helpen. Ja, misschien een leuk voorbeeldje uit de praktijk waar we nu net zelf mee bezig zijn. Ja. Hoe zo'n taalmodel zou kunnen helpen aan de andere kant van het spectrum. We hebben een bedrijf, ik zal de naam niet noemen, maar die maken producten en die krijgen af en toe klachten van klanten. Mm-hmm. En deze specifieke groep klanten die zijn nogal mondig in de manier waarop ze hun klachten overbrengen. Dus die zijn niet heel vriendelijk in de, in de communicatie. Mm-hmm. Tot op het punt dat zelfs sommige mensen van die klantenserviceafdeling daar tegen een burn-outs bijna aanlopen. Oh jee. Stel je voor, je wordt elke dag... Wat voor product is het? Ik ben benieuwd naar. Kan hij niet zeggen. Nee, maar het is niks geks. Het is niks geks in ieder geval. Okay. maar... Dus mijn idee, je zou kunnen zeggen van we gaan een chatbot bouwen en dan moeten ze met die chatbot gaan communiceren. En uiteindelijk hebben ze even gefrustreerd en willen alsnog een mens spreken. En dan zijn ze zo gefrustreerd dat ze nog bozer worden. Nog meer die mensen de huid vol schelden. Ja. Mijn idee was dus, wat gaan we doen? We gaan een AI-filter bouwen. Alle berichten die binnenkomen, die gaan we herschrijven met AI. De essentie blijft bewaard, maar het wordt in één keer vriendelijk verwoord. Oh, wat top. Dus aan de kant van de klantenserviceafdeling krijg je gewoon een heel vriendelijke mail. Van, wat vervelend. Ik vind het zo vervelend dat het product X, Y of Z niet werkt. Dat kan je me alsjeblieft helpen. Kan je me alsjeblieft helpen. Dus daar zijn we op dit moment. Leuk. Wat hilarisch. Proof of conceptje. Maar ik denk dus dat het aan de andere kant ook kan helpen voor goede dingen. Zeker. Ja. Leuk. Leuk dat jullie hiermee bezig zijn. Ik denk zeker dat het kan gaan helpen. We hebben overigens ook een initiatief gestart. Empathie.ai. Dat als je ooit een keer zo'n vervelende mail krijgt van iemand. Dan kan je in empathie.ai gooien. Het is gewoon gratis toe voor iedereen te gebruiken. En dan schrijft hij voor jou de vriendelijke en empathische reactie. Ja, top. Ja. En als je daar zelf niet meer toe in staat bent. Ja, precies. Handig. Het scheelt je ontzettend veel negativiteit. Ik ken heel veel mensen die daar iedere dag toch wel weer een beetje plezier van hebben. Dat zijn de gunstige ontwikkelingen inderdaad. Nou, die vind ik leuk. Ik denk dat het... We zijn er bijna. Je hebt prachtige kaartjes voor je. Ja. Het is tijd voor het financiële vragenvuurtje. Dus jij mag er een paar van afpakken. Laten we gewoon random kiezen? Ja, je mag ze random kiezen inderdaad. En een stuk of drie, vier. Denk ik. We zitten een beetje aan de tijd. Ja. Ja. Even kijken hoor. Als je één dag de minister van Financiën zou zijn, wat zou je veranderen? Nou, misschien inderdaad die kanspellen verbieden. Postcode loterij wordt gelijk uitgeschakeld. Nee, ik vind groot thema, maar ik vind inderdaad wel dat je totale inkomsten zouden moeten worden belast en niet meer inderdaad. De belasting op werk en inkomsten is totaal... Of op
lonen en inkomsten zijn totaal scheef. Ja. Sander Gribbelpennink heeft daar een prachtig klein boekje over geschreven. Mm-hmm. Daar zitten eigenlijk alle perfecte argumenten in waarom dat eigenlijk krankzinnig is en per direct zou moeten veranderen. Oké, okay, nou die zetten we in de show notes, denk ik, dat boekje. Ja, ja, goeie. Tweede is, wat is een populaire financiële trend waar je niet achter staat? Ja, ik denk toch inderdaad een beetje die crypto's kunnen we gewoon echt gestolen worden. Oké, okay. Nou dat was dus ook wel ooit zo. Ja. En misschien dat, maar mensen vinden dat nog steeds heel leuk om mee te klooien. En misschien dat ik ook wel verkeerd, maar ik ben wel heel blij even aan de gasten. Ik haak er heel even op in, want denk je dat Bitcoin ooit gaat verdwijnen? Nee, dat denk ik ook weer niet. Ik denk zeker dat het een bepaald nut heeft. Ook of is nou, ik denk meer speculatief overigens dan echt qua nut. En ik denk ook dat de blockchain-technologie specifiek ook echt wel handig is voor een paar hele specifieke toepassingen. Mm-hmm. Maar waar het verschilt van is dat waar blockchain handig is voor een paar softwarebouwers die iets slimmer willen doen, is AI toegepast voor iedereen die twee handen en een brein heeft. Mm-hmm. Dus ik denk dat daarin gewoon de verhouding heel scheef is. Ik heb wel ooit geprobeerd om bitcoin.nl te kopen. Blockchain.nl te kopen. Ja. Want na AI.nl... Ik wil net zeggen, AI.nl is ook best een goede koop geweest, of ja, niet? Ja, ik zeg altijd, het was een beetje bedrag zat tegen een aardige Tesla aan. Zo, dat is flink. Destijds al. Ik ben nog steeds heel blij dat ik het heb gedaan. Iedereen verklaarde me voor gek die tijd. Nu niet meer, denk ik. Nu niet meer. Betaalt zich nu wel terug, denk ik, inderdaad. Ja. Ik heb later ook Quantum.nl nog erbij gekocht. Dus die hebben we ook nog op de plank liggen. Omdat quantumtechnologie ook heel belangrijk gaat worden. Maar ook meer aan die technische kant. Dus hoe nuttig dat gaat zijn is een tweede. Maar ik heb dus ook blockchain.nl geprobeerd te kopen. Maar dat was ook wel iets van een ton of zo. Dus dat van, laat maar. We houden het bij AI.nl. Twee Tesla's geld te veel. Ja, dus pot geld ook een beetje om. De laatste inderdaad. Wat is het meest extravagant dat je zou doen als je voor één dag miljardair zou zijn? Privéjet. Nee, die wil ik dat iemand anders betaalt. wat zou ik echt zo verantwoord wat ik zou doen? Misschien voor één dag. Ja, wat heb je nou aan een dag ook weer? Ja, dat is best lastig. Ik weet niet of ik echt iets anders zou doen. Ik denk een dag op de jacht van Steve Jobs willen doorbrengen. Oké. Okay. Dat lijkt me een gave ervaring die je nooit meer zal meemaken. Nee. Oké, noted. Ja, noted. Dan hebben we nog een allerlaatste vraag voor jou. Heb jij nog een tip of advies voor de luisteraar en de kijker thuis? Nou, het is een beetje prik voor eigen parochie. Maar ik denk wel dat je niet moet onderschatten inderdaad wat de impact van AI gaat zijn op iedere baan, functie, team en organisatie. En dat het echt wel belangrijk is dat we een keertje stoppen met alleen maar de doemdenkerij, alleen maar de problemen te zien. En ook gewoon pragmatisch gaan kijken, oké, hoe kunnen we toepassen om wel onze eigen rol of onze organisatie slimmer te maken. En wat veel mensen een soort van denken is dat AI een soort magische toverdoos is. Van de technologie is er, dus het zal wel over ons heen komen en morgen is mijn baan anders. Nee, dat is gewoon niet zo. Nee. De technologie is er wel. Het is ook niet meer een technisch vraagstuk, maar veel meer een leiderschapsuitdaging, een organisatorische uitdaging. Hoe ga je de technologie toepassen? En het vraagt heel erg veel tijd, energie en soms ook wel een beetje kapitaal om er echt nut van te hebben. Dus verkijk je daar niet op dat hoewel we die digitale gereedschapskist hebben staan, je moet er ook actief mee bezig zijn. Ja, moet je echt die nieuwe AI-hamers er wel uit gaan pakken om de nieuwe schilderij te doen. Ja, precies. Ja. Leuk. Ik denk dat dat een goede tip is. Dankjewel. Heel erg bedankt voor je tijd, voor je leuke verhalen. Ik hoop dat je ook hebt genoten. Ja, ontzettend leuk om deze eervol dat ik de eerste mocht zijn om hierbij aanwezig te zijn. Dank ook. Het was een ontzettend leuk gesprek. Het was een heel leuk gesprek. Dus voor de kijkers thuis, ook bedankt voor het kijken. Mochten jullie nog een leuke spreker willen horen, laat het vooral weten. Laat weten wat je ervan vond. Druk even op abonneren en tot de volgende Geldzaken. Yes. Cheers.